wat er gebeurde in de vorige aflevering. Ze hebben de deur open laten staan. Inbrekers niet welkom, verboden toegang. Wacht. We gaan dus even mooi wel inbreken. Wat is de DBE aan het doen? Waar gaat dit helemaal heen? Oh mijn god, dit gaat naar het DBE-gebouw. Ik weet het zeker. Ik weet zeker dat dit naar het DBE-gebouw gaat. Is dit Gombert? Hallo? Wat is dit? Waarom ligt hier een lijk? Er ligt een lijk hier, jongens. 100% dat dit dus bij de DBE... Oh, ik schrik me helemaal kapot. Oh mijn god, waar ben ik? Nee! Nee, jongens! Nee! Goed, jongens, ik zit nog steeds vast in de bunker van de DBE. Ik heb mijn bivakmuts inmiddels maar afgedaan en ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Ik zit hier inmiddels al een tijdje. Ik zie dat daar een schakelaar van een alarm zit. Er is een camera, dus dat ik mijn muts af heb gedaan. Dat is misschien niet heel handig. Maar ja, ik zit toch vast. En het ding is, ik kan het denk ik wel gaan slopen hier nu met mijn pickaxe. Maar ik ben op zich ook wel benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Dus laten we heel even maar het dagboek lezen die ik onderweg in de vorige aflevering heb gevonden. Dagboek Gombert, deel 19. Weer een dag eenzaam in mijn prachtige kasteel. Ik heb een rondje gereden op mijn paard en gedanst met mijn kapstok. Gombert is een hele rare gast. We zijn de vorige aflevering achtergekomen dat hij naar een tent is toegelopen. En toen is hij vermist geraakt. Volgende dag. Tijdens mijn dagelijkse rondje wandelen zag ik boven op de berg een tent staan. Eindelijk gezelschap. Ik ben een kijkje gaan nemen en helaas was er niemand thuis. Onderweg nog hard gevallen. Hopelijk gaat de pijn snel weg. Dit hebben we ook vorige aflevering al geleerd. Volgende dag. Gisteravond bedacht om in te breken bij de tent. Vandaag is het zover. Dus toen ging je inbreken en volgens mij kreeg je toen een klap en was hij vermist. Ik heb een tijdje niet in mijn dagboek kunnen schrijven. Ik ben ontvoerd. Ah, dit is nieuw. Aangezien ik alleen woon in mijn kasteel zal niemand mij komen zoeken. Maar ik moet mijn gedachtes kwijt. Dus zet ik mijn verhaal maar hierop. Ik ben heel benieuwd wat er is gebeurd. Op papier zet hij het. Toen ik de tent binnenkwam zag ik direct dat het foute boel was. Het was hier donker en er lag een boek op het tafeltje. DBE stond er op de voorkant. De DBE had wat met Gombert te maken natuurlijk. Altijd de DBE, hè. Toen ik het boek wilde openen voelde ik ineens een harde klap op mijn hoofd. Alles werd zwart. Oké. Toen ik wakker werd met flinke hoofdpijn, zat ik vast in een kooi. En dat is wat we vorige aflevering ook hebben gezien. Er zaten mensen aan de andere kant van de tralies gekleed in een zwart pak met een vlaggetje op de mouw. Dat is de DBE, dat kennen we. De bolzelfjes. Ik weet niet wie ze zijn. Zou het iets te maken hebben met dat boek? Ik heb geen besef van tijd. Ik ben ondertussen één keer verplaatst naar een cel ergens ondergronds. Ik zie geen hoop meer om hier ooit nog uit te komen. Ah, mijn Gombert zat er nog. Ik had nooit moeten inbreken. Nee, Gombert. Ik ook niet. Nu zit ik ook vast. Ik voel me zwak. Ik heb weinig energie om van alles in mijn dagboek te schrijven. Het zal een tijdje stil zijn. Zij komen bijna op de laatste pagina, jongens. We zijn een lange tijd verder. Hoe lang? Geen idee. Ik heb ondertussen grijze haren gekregen. Hoe oud zou ik ondertussen zijn? Gombert, hoe lang zit je al opgesloten? Hoe lang bestaat het DBE al? Ik ben weer verplaatst. Ik zit in een tunnel ondergronds. Daar hebben we hem tegengekomen. Zou ik hier wel uit kunnen ontsnappen? Misschien zal iemand me ooit vinden. Ik heb hem gevonden. De dagen zijn allemaal onbekend inmiddels voor Gombert, jongens. Ik heb vandaag weer mensen gezien. Ze waren gekleed als piraten. Toen ze langsliepen spraken ze niet tegen mij, maar ik hoorde een meid iemand Joris noemen. Zouden zij mij komen redden? Dat zou ik niet vertrouwen. Dat zijn Joris en Charlotte DBE. Verkleden zich als piraten. Maar eigenlijk stiekem zijn het gewoon bolzelfjes nog steeds. Ik heb de piraten ondertussen al 4 keer voorbij zien lopen. Ze negeren mij. Mijn hoop zakt langzaam weer weg. Oké, jongens, dit is dus wel een enorm zielig verhaal van Gombert. Oh jee. Oh god, ik zie nou... Hallo! Kijk eens aan! Ja, kijk eens aan! Ik weet niet hoe ik hier ben terechtgekomen. Hallo, jullie komen mij helpen, denk ik, toch? Als je het zo wil noemen, we komen je helpen, ja. Ja, ik viel, struikelde en toen rolde ik per ongeluk jullie kelder in, waar ik eigenlijk niet in mocht. En toen zag ik een luik. En ik dacht dat de uitgang was, heel stom van mij. En op een gegeven moment, nu ben ik hier. Dat is echt hoe het is gegaan. Ah. Ik heb niet ingebroken. Echt waar, ik beloof het. Oké. Nou, we kunnen je dan wel uithelpen, denk ik. Ja? Zullen we dat maar even doen? Ja, maar willen jullie dat niet met zwaardjes doen, alsjeblieft? Oké, dan. Als je ons volgt. Ja, ik volg Want, jullie. Waar zijn wij? Ik begrijp wel dat dit niet de bedoeling is. Nee, dat snap ik. Maar wat voor geheime dingen zijn jullie allemaal aan het doen hier beneden? Geheime gangen. Wie is Gombert? Doet er niet toe. Doet er niet toe. Oh, arme Gombert. Oké. Ik heb echt medelijden gekregen met iemand die ik niet eens ken. Veel camera's hier ook. Sowieso zijn we in een DBE-gebouw. Ik weet het zeker. Jullie hebben allemaal geheime tunnels hier gemaakt. Oké. Dat is een doorgang hier. Huh? Oh! We zijn nu hier. Oké, outfit Char, outfit Joris. Hier ben ik al. Oh, ik loop terug. Ik loop. Sorry. Ik loop. Ik ga. Oh, we gaan terug. We gaan terug naar huis. Wie is dat? Wie is die man? Dat is Gombert. Wat hebben jullie met Gombert gedaan? Wie is Gombert? Laat Gombert met rust.
We gaan als het goed is nu terug naar... Dit vind ik maar een enge bruggetje, dit. Naar Piratenland, toch? Ja. Ja, oké. Jullie zijn minder spraakzaam dan normaal. Jullie zijn een beetje serieuzer. Waarom ligt daar een lijk, trouwens? Ik heb zoveel vragen ineens voor de DBE. Oh, jee. Kijk, als het goed is, zijn we bijna terug inmiddels, jongens. We gaan weer omhoog klimmen hier. En dan komen we als het goed is... Ja, dan komen we hier weer uit. Kijk, dit is onder jullie... Hier was ik per ongeluk ingestruikeld in deze ruimte hier. Ik viel van de trap en toen rolde ik zo naar binnen, want jullie deur stonden open. Ga maar even naar binnen. Moet ik een cel in? Ja. Oh, waarom? Ik wil helemaal geen cel in. Nou. Wij zullen even een gesprekje voeren en... Even nadenken over deze situatie. Oké. En we zullen zo bij je terugkomen. En dan kan jij ondertussen even nadenken over wat je nou precies hebt gedaan. Ik vind het helemaal prima. Is helemaal goed. Ik kom goed. Ja. Oké, jongens, we gaan nu met z'n tweeën boven waarschijnlijk discussiëren. Dan kan ik even kijken. Er is hier een painting. Kan ik daar... Is daar iets achter? Nee, er is niks achter. Oh. Ze zijn boven dingen bespreken en zo. Als het goed is. Oké. Jongens, wat moet ik doen? Het is een beetje moeilijk. De deur die hebben ze dicht gedaan, dus ik kom niet. Nogmaals, ik heb mijn pickaxe gewoon om hier uit te hakken. Maar alles staat op camera. En ik wil gewoon het liefst hier, zeg maar, vriendelijk weg kunnen. Als ik dingen ga slopen met mijn pickaxe, dan weet ik nu al hoe het gaat gebeuren. Dan zit ik in nog meer problemen, weet je. Dan pak ik misschien mijn pickaxe af en weet ik wat allemaal. En dit is de enige goede pickaxe die ik volgens mij heb. Ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Ding is, we zijn wel in Piratenland. En Piratenland is mijn land. Dus ik mag hier bewijs van doen wat ik wil. Alleen de DBE heeft technologie die ik niet heb. En volgens mij komen ze er weer aan. Ik ben stil. Volgens mij komen ze weer. Hallo! Daar zijn jullie weer. Daar zijn we weer. Daar zijn jullie weer. Ja, waar moeten we beginnen? Ja, weet ik niet. Dit is niet de eerste keer dat je hebt ingebroken, zeker? Ingebroken? Ik struikel... Nou, oké, sorry, ik heb wel ingebroken. Ik geef het toe. Alles is teruggezien op camera's en we zijn natuurlijk ook al lang achter het hele verhaaltje wat je hebt. Wat je speelt. Die doekjes, dat zijn geen normale doekjes, hè? Die ken jij wel. Zo, welke doekjes? Daarmee heb je ook ingebroken. Bij jullie huis? Dat was al lang duidelijk. Weet je wat dit allemaal is? We zijn hier in Piratenland. En Piratenland is van mij. Weet je, jullie zijn hier in mijn territorium. En ik niet in die van... Ja, trouwens, misschien in jullie kelder, maar dan... Hè. Dus in dat opzicht, er zijn veel piraten hier. Heel veel piraten lijken op mij. Veel hebben een ooglappie, een banana, weet je. Dus ik denk echt dat jullie het verkeerd hebben. Volgens mij was jij toch echt degene die net bij ons in de kelder stond. Ja, kijk, dit wel. Nee, hier heb ik wel echt ingebroken, dat klopt. Nee, hier maar ben ik wel echt schuldig. Die val, dat hebben we natuurlijk met opzet uitgezet. Want we wisten al lang dat jij van plan was hier in te breken. Dat is niks nieuws. Hebben jullie de deur dan ook opzettelijk open gedaan? Uiteraard, dit was allemaal part of the plan. Ja, maar waarom? Dan laten jullie de deur open en dan ben ik te nieuwsgierig. Dat is gewoon niet eens eerlijk meer. Maar we hebben een deal, een oplossing. Oh, oké. Okay. Waar je ook mee akkoord kan gaan. Een straf, een compensatie, een... Nou, compensatie kan het niet echt zijn. De eerste... Ik heb gouden wortelen voor jullie hier. Oh, dank je. Ik weet niet eens hoe ik daar zelf aan kom, maar ze zijn voor jullie. Ten eerste, we laten je nu vrij. Je mag vrij. Op de voorwaarde dat je 5 diamonds per week aan ons betaalt. 5 diamonds per week? Maar dat is mijn hele huur die jullie aan mag geven. Met ingang van vandaag. Ja, maar hoeveel huur krijg ik van jullie? 5 diamonds. Maar dan gaat het heen en weer. Ja. Oh, prima, deal. Ik vind het goed, deal. En daarnaast, voor het inbreken, een taakstraf. Het doel van de hele DBE is natuurlijk om gewoon het continent veilig te houden. En een deel daarvan is het project waar al een tijdje aan wordt gewerkt, namelijk de Netherhub. Ja. Maar daar moeten materialen voor verzameld worden. En als die af is, dan is iedereen in de Nether veilig. Dus wat wij nodig hebben voor de Netherhub, 5 stacks skulk. Skulk? In de Deep Dark verzamel je dat. Moet ik in de Deep Dark bij de Warden dingen gaan verzamelen? 5 stacks. 5 stacks? Maar nee, dan ga ik dood. Wacht, ik heb wat... Is een Enderman hoofd goed misschien? In plaats van 5 stacks? Wat denk je zelf? Je mag ook blijven zitten, dat is ook een optie. Nee, oké. 5 stacks skulk moet ik hakken. Maar dan moet ik naar de Deep Dark, naar de meest gevaarlijke locatie in heel Minecraft. Dat komt vast wel goed, toch? Echte piraten, die kunnen dat wel. Ondergronds niet, daar zijn we niks. We hebben water, zeeën, boten. Ik ben druk bezig met een nieuw schip. En dan moet ik in één keer de Deep Dark in. Maar is dat een deal? Ja, prima, deal. 5 stack skulk ga ik hakken. Kan ik dat gewoon met een pickaxe hakken? Met een ho. Ik heb nog een hoog goed in zo. Hebben jullie op zijn minst tools voor mij waarmee ik dat kan doen? Oké, ja, je mag wel een tool lenen. Dankjewel. Dat scheelt heel wat. Anders moet ik het echt gewoon... Ik heb niet eens een goede ho. Oké, deal. We hebben wel nog even een contract. Oh, nee. Ik dacht al, als het gewoon nee. Zoals dit doen, dan kan ik er ook nog een beetje... Contract voor vroegtijdige vrijlating. Leden van de DBE, Joris Char, gevangene knalnut.
te betalen 5 diamonds per week. Taakstraf 5 stacks skulk halen. Handtekening DME, handtekening. Oh, slim dat jullie hem ook nog niet ondertekend hadden. Anders had ik hem gewoon aan kunnen passen met jullie handtekening er al bij. Je begrijpt natuurlijk ook, als je in de toekomst nog de wet overtreedt, dat je dan wel de sjaak bent. Wat gaat er dan gebeuren? Nou, dan kom je er niet zomaar meer uit. Oké. Ik teken bij deze kapitein Knal. Knalnut. Zo, ik heb hem getekend hier. 5 stack skulk, 5 diamonds per week. Helemaal prima. De deal is getekend. Jullie zijn hem aan het ondertekenen nu? Mhm. Oké. Okay. Ja, even kijken. Char moet nog ondertekenen. En dan is dat rond volgens mij. Dan mag ik. Ik kon trouwens hier ook gewoon uitslopen. Ik had de hele tijd een pickaxe bij me. Ja, maar kijk, ik heb geen zwaard. Dat is een beetje het verschil. Ik heb geen zwaard. Jullie wel. Dus dat doe ik het ook liever niet. Nou, onderteken. Laat me eruit. Ik moet skulk hakken. Contract rond. Contract is rond. Nou, dan kunnen we contract gaan. Contract is rond. Nou, hebben jullie het materiaal of de tool voor mij om skulk mee te hakken? Even kijken. Ik loop ermee naar boven. Je bent vast wel ergens. Wacht, ik wacht boven wel. Ik ben weer vrij. Vrijheid. Oh, het is avond inmiddels. Wat vonden jullie van mijn outfit trouwens? Ik had inmiddels mijn bivakmuts maar afgedaan, maar... Ja, het is wel een strakke outfit. Ja, wel een strakke dieven outfit, hè? Beter dan dat afgeraffelde piraten... Hallo, die ga ik zo weer aantrekken, die piraten outfit. Jullie hebben ook afgeraffelde piraten outfit. Dat is waar. Ik heb die tool nog niet bij de hand, maar die regelen we nog wel. Oké, die krijg ik nog. Top. Ja. Nou, dan... ik wou zeggen, kan ik niet gewoon die lenen? Dat. Ja, hier. Hoppa. 5 seks. Ga ik regelen. Komt helemaal goed. Volgens mij, dat weten jullie niet, want kijk, ik weet niet of de DBE dat weet, maar rechtstreeks onder de winkelvallei zit een, hoe heet zoiets? Een ancient city waar ik skill kan hakken. Toevallig ben ik daar vandaag nog terechtgekomen, per ongeluk. Ja, daarom. Ik weet precies waar ik moet zijn voor deze missie. Mooi. Nou, dan ga ik dat gewoon direct doen. Dat we je nooit meer zien bij de DBE, hè? Nooit meer zien! Oh, ik wou het zeggen, bij de DBE. Ik moet nog... Ik moet sowieso nog dingen met jullie al regelen, want Harlow heeft mij laatst vermoord. En als het goed is, komt daar nog een zaak over. Oké, ja. Niet in negatieve zin. Nee, oké. Okay, welkom bij de balie. Ja, daar kom ik volgende keer wel bij langs, want Harlow heeft mij een paar dagen geleden vermoord. Dat weet Sharp volgens mij al, daar hadden wij al een afspraak voor. Ik moet nog een straf voor hem verzinnen en dan mag ik dat jullie doorvertellen en dan kijken jullie wel wat jullie ermee doen en zo. Maar komt helemaal goed, oké? Okay? Ja. Nou, ik ga er vandoor. Oké. Okay. Ik ben een beetje bang voor jullie. Doei! Goed, jongens, ik weet niet zo goed wat ik hiervan moet vinden. Oh, mijn boot! Natuurlijk, mijn boot! Die heb ik vorige aflevering gemaakt, jongens, mijn prachtige boot. Enige is nu, ik ben hier minder goed van afgekomen dan verwacht. Ik ging inbreken met de hoop dat ik dingen zou leren. Ik heb een soort van dingen geleerd, iets over Gombert. Ik weet dat de DBE dus een stuk angstaanjagender is dan dat ik dacht. Laat ik maar snel naar even mijn andere boot gaan. Stap hier even de boot in, zo. Varen we even langs mijn nieuwe boot. Hier gaan we een van de volgende afleveringen maar gauw mee verder, jongens, met deze mega boot hier. Laten we nu even naar die boot daar varen. En ik denk dat ik dan maar gelijk die skulk gaan hakken. Dat zijn een 5 stack skulk. Dat is best wel wat. En dat is best gevaarlijk. Oh, want dan ga ik de warden spannen. En dan ga ik waarschijnlijk weer bijna dood en zo. Oh, daar heb ik helemaal geen zin in. Laten we heel eventjes wat spulletjes eerst opruimen. Oké. Okay. 5 stack skulk. Laten we eerst maar even naar de winkelvallei gaan. Oh nee, trouwens. Ik heb hier ook een mine die naar een ancient city toe leidt. Oeh, het gaat nu toch regenen, dus dat vind ik het niet zo erg. Oh, wacht trouwens, laten we ons eerst even omkleden. Want we kunnen niet zo lang als een dief rondlopen natuurlijk. Goed, jongens, we zijn in de mines beland. Het enige wat ik niet mee heb genomen is een torch of een lantern. Dus zodra ik er eentje tegenkom die ik kan pakken... Kijk, hier is licht. Die gaan we pakken. Deze is van mij. Jij bent van mij. Zo, die stoppen we op mijn tweede hand. En dan moeten we helemaal naar beneden. En als het goed is, kom ik dan ergens uiteindelijk bij een ancient city uit. En daar gaan we even lekker dingen slopen. Ik denk als we het maar gewoon gelijk doen, 5 stack, dan zijn we er ook vanaf, weet je. Dan hoeven we niet nog later ooit een keer in de volgende aflevering 5 stack skulk te gaan hakken. En dat ik dan weer herinneringen krijg en misschien weer boetes. En die DBE is echt moeilijk aan het worden op het moment. Ze zijn me echt aan het naaien. Althans, ik moet ook wel zeggen, ik heb meerdere keren ingebroken. Dus het is maar net wat je naaien noemt. Kijk jongens, die zijn, want dit is skulk volgens mij toch? Ja, dit is skulk. Moet ik daar 5 stack van halen? 5 van dit blok. Dat is wel echt veel. En het ding is, het risico dat er die warnen spant is echt hoog. Oké, laat ik mijn armor aan, dan gaan we. Oh, niet leuk. Niet leuk. Niet chill. Niet chill. Oh, niet chill. Dit kan je volgens mij 3 keer doen voordat de warden spant. Dus laten we heel even kijken of we naar een afstandje ergens kunnen staan. Zonder geluid te maken. En dan zoveel mogelijk slopen. Oké, als ik hier wat hak. Kijk. Hier kan ik hakken, jongens, zonder dat ik die dingen kwaad maak. Ja, zo komen we wel aan 5 stack. Zo komen we wel aan 5 stack, jongens. Op deze manier. Oh, oppassen. Oké.
Het gaat snel. Ik moet zeggen, 5 stack valt wel mee. Hier, dit is 5 stack. Als we dit helemaal vol krijgen, jongen, dan ga ik gewoon meer hakken zelfs. Ik ga gewoon meer hakken voor ze. Zo goed als ik ben. Kijk dit nou. Kijk me eens gaan. Kijk mij eens gaan. Oh, oppassen. Kan ik die hakken? Deze? Ja, deze, als ik deze nou gewoon hak. Hier, hoppa. Dan kan ik sowieso veiliger mijn ding doen. Hier, deze hele muur eruit slopen gelijk. Dan gaan we dit toch gewoon bij de brievenbus zometeen in de DBE doen. Ik denk dat ze echt tevreden met me gaan zijn. Hier, we hebben al bijna genoeg, joh. Ongelooflijk. Want ze hebben dit nodig, jongens, voor de Nether Hub. De DBE is op het moment druk bezig om de Nether, waar wij met z'n allen, zeg maar, via portalen naar elkaar toe gaan. Om die een beetje veilig te maken. Hier, laten we deze dingen ook even slopen. Zo, dan gaan we dit hier weer allemaal hakken. Maar daarvoor hebben ze dit blok dus blijkbaar nodig. Dus ik wil zometeen ook eventjes naar de Nether gaan om aan jullie te laten zien waarvoor ze dit specifiek nodig hebben. Kijk dit, er is hier meer dan genoeg... Oh, oppassen voor die. Deze hier moet ik hakken. Er is zoveel van die skullblokken hier. Het is ook echt best wel makkelijk om te hakken, moet ik zeggen. Omdat het zo belachelijk snel gaat. En die warden die gaat denk ik toch niet... Ik heb gewoon al meer dan genoeg. Kijk dit nou. Ik ga gewoon 10 stack voor ze hakken. Gewoon het dubbele. Gewoon het dubbele. Zo, hoppakee. Oh jee, dat geluid is niet leuk. Dat... Oh... Oh jee. Oké. Nu moet ik oppassen, jongens. Als dit 3 keer gebeurt, dat je zicht zo donker wordt... Dan spant volgens mij de warden. Dus laten we heel eventjes voorzichtig zijn. Ik heb namelijk al mijn doel behaald, dus ik wil nou niet doodgaan terwijl ik mijn doel al behaald heb. Dat zou een beetje zonde zijn. Wat zit er in deze kist? Oh, krijg nou wat multishot en... Oh, krijg nou wat, jongens. Er zitten hier gewoon al goede tools tussen of nog in. Het is gewoon niet eens geloot. Oké, ik denk dat ik er nu wel vandoor ga, want als die geluid maakt en die activeert die, dan spant dus de warden. En ik zie daar een waterstraaltje mogen. Maar ik moet even kijken waar ik vandaan kwam. Waar kwam ik vandaan? Volgens mij van daar ergens boven, hè? Ik weet het niet eens meer, eerlijk gezegd. Ik weet niet eens meer waar ik vandaan kwam. Ik weet wel dat ik meer dan genoeg heb. Dus we kunnen hier gewoon weg. Oh mijn god, hierboven is ook... Oh, oppassen. Hierboven... Oh, dit moeten we niet activeren. We gaan shiftend weg, jongens. We gaan heel voorzichtig gaan we hier weg. Ik ga daar eruit. Dat is een mooie uitgang daar. Dan heb ik even wat blokken nodig. Kan ik dit hakken hier gewoon? Ik kan dit gewoon hakken hier. Krijg nou wat. Wat een goede plek hierboven om te hakken. Never mind. Laat maar. Dat gaan we niet doen. Hier op het randje kan wel even. En dan gebruiken we die witte kelsite hier om nog even weg te bouwen. Zo kunnen we op deze manier er veilig uit. En dan zijn we weg. En dan wil ik hier in een hele lange tijd niet terugkomen. Want ik haat deze plekjes altijd in Minecraft. Oké, waar kan ik eruit? Volgens mij hier naar boven. Zo. Nee, niet. Gewoon zo ver mogelijk omhoog lopen. En dan kom ik er vanzelf. Oh, is dit de gang? Volgens mij ben ik er. Ja, ik ben er! Ik ben bij de uitgang. Ik ga deze torch ook gewoon hier plaatsen. Voor als ik ooit een keer terug kan komen. Of terug moet naar beneden. Ik vergeet weer een torch. Kan ik die mooi pakken, weet je? Vrijheid! Weg hier! Oh, het regent nog steeds. Maar dan ben ik echt niet lang weg geweest. Ik had wel echt verwacht dat ik wat langer weg was. Het is gewoon nog steeds donker en het regent nog steeds. Maar gelukkig, jongens, hebben wij een beetje bij ons. Oh, trouwens, nu het regent, kan ik deze trident volgens mij heel goed gebruiken. Hier, kijk, dan kunnen we heel snel... Hoppakee! Deze kant op. Ja! Zo komen we wel snel bij de DBE. Zo zijn paarden een beetje overbodig. Hier, dan kunnen we zelfs rechtstreeks zo. Oh, wat overpowered om zo'n trident te hebben. Ik kan gewoon vliegen! Oh, nee, de sneeuw. Oh jee. Oh, powdered snow. Jongens, je kan gewoon vliegen op deze manier. Kijk dit nou! Hier! Oh, fall damage. Oppassen. En het is dag. Iemand ging slapen. Oké. Een beetje klooien met die trident kan geen kwaad natuurlijk. Die heb ik vorige aflevering gemaakt. We zijn bij de DBE. Heel snel. Ook gewoon vliegend met die trident. Alleen nu is het er overdag. Nu regent het niet meer. En nu werkt die enchantment riptide. Die werkt niet. Voor mensen die afvragen hoe ik net vloog. Je hebt een trident met riptide erop. En als je dan in water staat of als het regent. En je gooit je trident, dan vlieg je met je trident mee. Best wel overpowered als je het zelfs net, zoals net ziet. Kom hier, creeper. Ga weg. Oké, laat ik eerst even wat overige troepjes gewoon weggooien. Die me eigenlijk niet zo heel veel boeien. Zo, dit sneeuw boeit me niet zoveel. Nou, ja, dit is op zich wel prima zo. Goed, dan zijn we weer bij de DBE, jongens. Springen we hier even of lopen we eromheen zo? Lopen we naar binnen? Ik denk dat ze het geen probleem vinden dat ik hier naar binnen loop. Medewerker van de maand is nog steeds Ronald. Let's go, Ronald! Wat ben je aan het kijken? Oh, hij is gewoon aan het werk waarschijnlijk. Oké, de brievenbus is hier. Brievenbus DBE. Dat gooien we 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plus deze 17. Huh? De brievenbus, hij zit vol. Hij zit letterlijk vol. Oh, hij is heel traag, de brievenbus. Ah, dat is het. Oh, wat een trage brievenbus. Ik gooi het er gewoon in. En als het goed is, gaat het dan langzaam gewoon... Werkt het op deze manier. Wat een trage brievenbus dit. Nou, het ligt er. Als het goed is, blijft die hopper nu gewoon langzaam doorlopen. En totdat dit op een gegeven moment allemaal ook op is. Ik word in de gaten gehouden. Ik zag er wel.
Ik zag haar wel. Ze is hier gewoon weer, hè. Ze is hier gewoon. Die Char. Ik zag haar lopen. Ik zag haar gluren. Ze was aan het spieken. Kijk, daar is ze. Daar is ze. Zag je? Kijk. Daar gaat ze weer. Dus ik kan het goed in de gaten houden of ik alles wel doe. Als het goed is, gaan deze laatste blokjes hier nu op de grond langzaam verdwijnen. Want die gaan die hopper in. Liggen er nu 3? Even kijken. Oké, het zijn er nu nog maar 2. En als het goed is, wordt het er dan nog maar 1. En hoppakee, daar zijn ze weg. Nou, daar zijn ze allemaal in de itemhopper. Dan kan ik er weer vandoor gaan. En dan is mijn taak volbracht. Het enige is dat ik nu wel wekelijks 5 diamonds moet gaan betalen aan de DBE. Maar het mooie is, de DBE, oftewel de piraten van de DBE, oftewel de bosselfjes van de DBE, die betalen mij al maandelijks 5 diamonds. Dus het ding is, die moet ik eigenlijk nu weer teruggeven aan hun. Dus dat wordt gewoon het moment dat ik die diamonds van hun krijg in mijn brievenbus, moet ik die 5 diamonds weer terugstoppen in hun eigen brievenbus. Het gaat een beetje heen en weer gaat het. Maar dat maakt allemaal niet uit natuurlijk. Maar goed, ik wil wel dat jullie, als jullie willen, even een reactie achterlaten met wat ik nou moet gaan doen met het verhaal van, hoe heet hij nou? Gombert, volgens mij. En met het hele idee dat ze gewoon geheime tunnels onder de basis van Piratenland zitten, die van de DBE hoofdkwartier hier, dat gebouw daar, naar dat kleine outpostje gaan van hun in mijn basis, in Piratenland dus. Wat is verstandig om te gaan doen? Want ik moet binnenkort nog terug naar de DBE. Want jullie hebben allemaal reacties achtergelaten voor wat er met Harlow moet gaan gebeuren. Want Harlow, die heeft mij vermoord 2 afleveringen geleden. Moet je heel hij heeft een haarnetje op. Ah! Harlow! Wat doe je? Harlow! Hallo! Harlow, wat is dit? Harlow, wat is dit? Niet doen! Daarom mocht ik mijn spullen niet meenemen. Harlow! Hij vermoordt me gewoon! Hij heeft me gewoon vermoord! Ja, dat was dus gebeurd. Maar daarvoor hebben we inmiddels al... Althans, ik heb veel reacties daarvan gehad voor jullie wat we moeten doen. En ik heb al een idee wat een leuke straf zal zijn, maar daar wachten we nog even mee. Want er zijn nu van allemaal dingen tegelijk gaan. We hebben de straf van Harlow, we hebben nu de geheime tunnels van de DBE... en ik ben bezig met het nieuwe piratenschip hier. Dus er is van alles en nog wat gaande in Piratenland. Succesvolle dingen, geheime dingen... En moorden, weet ik voor wat allemaal. We gaan binnenkort kijken wat we daarvoor allemaal kunnen doen. In ieder geval, voor nu vond ik dit een succesvolle aflevering. Waarschijnlijk iets korter dan normaal, maar ja, er is van alles gebeurd. En om nu nou nog dingen te gaan bouwen, dat red ik gewoon natuurlijk niet qua tijd. Dus dat gaan we in de volgende afleveringen natuurlijk doen. Voor nu, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker even niet te abonneren. Vond je het nou zo'n leuke video? Kijk dan lekker deze video. Dit is namelijk het vorige Content Veendeel. Hierin ben ik in die val gevallen. En zijn er allemaal gekke dingen gebeurd. En ik heb een grote boot gebouwd. En dan nu spreken we later glaasje water. Dat wie flesje bier tot de volgende keer.